Salam alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag marmerkoekjes maken. Ik heb nodig ongezouten pinda's, ik gebruik deze. Gecondenseerde melk. 2 repen witte chocola. 2 repen melkchocola en een mold. Dit is zo'n mold waar je ook oranje koekjes in maakt. Bismillah, we gaan beginnen. Ik begin met de pinda's. Deze ga ik even roosteren. Gewoon op hoge vuur een paar minuten roosteren. Nou, deze zijn klaar. Deze laat ik even afkoelen. Ik ga ondertussen mijn chocola smelten. Ik heb hier 2 pannetjes met water. Twee kommetjes. Deze zet ik hierin. Hier doe ik de melkchocola en hier doe ik de witte chocola in. Deze zet ik alvast op het vuur. En dat doe ik hetzelfde met de witte chocola. Zo, deze zet ik ook op het vuur. Nou, dit laat ik smelten. Zodra het water kookt, zet ik hem uit. Dan laat ik hem verder smelten. Ondertussen ga ik mijn pinda's maken. Deze druk in mijn bakje. Ik ga hier eerst 2 eetlepels gecondenseerde melk in doen. En dan ga ik kijken of ik het nog heb of niet. Bismillah. Nee, dit is denk ik wel genoeg. Ik ga mijn handen wassen en ga ik even met mijn handen wassen. Als je hier balletjes mee kunt vormen, dan is het goed. Nou, dit is goed. Ik ga hem afdekken tot ik hem nodig heb. Mijn chocola is inmiddels gesmolten. Ik heb hem uitgezet, maar ik laat hem nog wel in heet water staan. Zullen we, ik ga beginnen. Ik heb hier 2 spuitzakken. Ik ga in ieder zak een volle eetlepel chocola in doen. Ik begin eens met de witte. Deze zet ik even apart. En doe ik hier een lepel melkchocola in. Ja, deze zet ik even apart, dat ik hem nodig heb. Ik heb hier 2 lepeltjes. Ik ga in ieder vormpje een beetje vulling in doen. Normaal doe ik eerst chocola en dan de vulling, maar nu doe ik het andersom. Eerst de vulling en dan de chocola. Even goed indrukken.
Het hoeft niet helemaal vol te zijn, want er komt straks nog een laagje chocola op. Nou, dit laatste. Een beetje groot maken allemaal. Ik ga nu met de melkchocola beginnen. Ik ga in ieder vormpje een laagje chocola doen. Even goed bedekken allemaal. Zo, dit is klaar. Ik heb hier mijn witte chocola wat ik achter had gehouden. Ik ga hier een klein puntje van afknippen. Ik ga nu reepjes hier overheen trekken. Met zo'n cocktailprikker ga ik gatjes intrekken. Deze ga ik nu in de vriezer doen, zodat hij hard is geworden, ga ik hem omdraaien, ga ik hem dan andersom doen. Wit chocola en streepjes met bruin chocola trekken. Mijn chocola is nu hard geworden, ik ga het uit het vormpje halen, ga ik het omdraaien. Dan ga ik witte chocola opdoen en met bruin chocola ga ik streepjes trekken. Ik ga het nu eerst uithalen en draai hem om. Doe ik hem weer terug in het vormpje. Ik heb hier mijn melkchocola wat ik achter had gehouden. Hier ga ik een puntje van afknippen. Dit zet ik alvast klaar. Ik ga hier witte chocola op doen. En daar ga ik ook gelijk chocola op doen. Omdat de vulling koud is, als ik chocola op doe, dan is die niet meer vloeibaar. Dan kan ik ook geen streepjes trekken. Dus vandaar dat ik gelijk witte chocola en streepjes trek. Bismillah.
Ga ik gelijk streepjes trekken. Als je chocola niet meer vloeibaar is, gewoon weer in heet water zetten. Deze ga ik weer in de vriezer doen. Zodra ze hard zijn geworden, laat ik jullie het resultaat zien. Nou, ze zijn hard geworden. Ik ga ze uit de vormpjes halen en dan in papieren vormpjes leggen. Nou, dit zijn ze, zo zijn ze geworden. Ik ga zo eentje doormidden snijden, dan kun je op de binnenkant zien. Kijk, dit is de bovenkant. En dit is de onderkant. Of andersom kan natuurlijk ook. Ik ga nu eentje door midden snijden. Ja. Kijk, dit is de binnenkant. Nou, dank jullie wel voor het volgen en wie weet het de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.